Ja, hier in het Maximeerstadion in Zagreb begint Feyenoord donderdag de Europese campagne met een uitwedstrijd tegen de kampioen en koploper uit Kroatië, Dynamo Zagreb. Feyenoord is met 21 man afgereisd richting Kroatië, zonder Leroy Fer, maar met Erik Bottigin die de laatste weken ontbrak vanwege hamstringklachten. En voor de rest zit bij Feyenoord ook bij die selectie Jordi Weerman. Heeft natuurlijk alles mee te maken dat ja, Leroy Fer niet kan spelen. En op die positie zal Dick Advocaat zo goed als zeker gaan kiezen voor Lucherel Geertruida. Feyenoord niet gesteund met de fans. En dat heeft natuurlijk alles met de COVID-maatregelen te nemen. Al merk je hier in Kroatië daar weinig van. Er zijn in het stadion ook gewoon fans welkom. Gebeurt niet bij alle Europese wedstrijden, maar elk land kan zelf bepalen of er fans aanwezig kunnen zijn. En hier zullen dan een gedeelte van de Kroatische fans naar binnen kunnen. En überhaupt hier in Zagreb merk je weinig eigenlijk van de coronamaatregelen. Ja, iedereen heeft een mondkapje op in openbare gelegenheden. Maar over het algemeen zijn de bars gewoon open, de restaurants gewoon open. En merk je er eigenlijk weinig van. Donderdag om 9 uur, Dynamo Zagreb Feyenoord. En uiteraard ook live te volgen via Radio Rijnmond.